Hier is hij dan, de beste speler van 2010, bekroond met een gouden schoen. Anderlecht-speler en Barak Boussoufa mocht gisteravond de trofee mee naar huis nemen. Zijn tweede gouden schoen intussen, want ook in 2006 werd hij verkozen tot beste voetballer. Net alsof je het allemaal hebt meegemaakt al eerder. En ja, ik ben er enorm blij om. En ook omdat het bekroond wordt met een hele fantastische jaar die ik zelf heb gehad in mijn carrière. Ploegmaat Lukaku werd tweede, maar is blij voor zijn vriend. De keuze voor Boussoufa is volgens hem terecht. Hij is constanter gebleven en is toch wel de ware leider in het team. En hij is toch wel iemand die de ploeg naar voren trekt. En ik denk dat toch wel de winnaar verdiend is. En daar zijn ook de fans in de cafés rond het stadion het helemaal mee eens. Ja, het is verdiend, hè. Het is de beste speler van België. Hij heeft een heel mooi seizoen gedaan, dus het is verdiend. Het is de beste mentaliteit, beste technieker en ik denk wel de beste kapitein ook voor een ploeg. Blijft natuurlijk de vraag, zijn onze twee beste spelers van 2010 van plan om naar het buitenland te trekken? Dat is iets wat ik met Anderlecht zal bespreken. We zijn er nog niet helemaal uit. Ik ben er voor mezelf nog niet helemaal uit, maar ik zal dus dat met Anderlecht bespreken. En ik denk ook dat Anderlecht het recht heeft om het als eerste te horen. Nee, voorlopig niet. Nee. Ik heb nog niets gehoord. Dus.